Jan Kees van Baardewijk, je bent grondlegger van Burgernet. Wanneer ben je daarmee begonnen? In 1993, toen was ik zelf politieman, toen ben ik op het idee gekomen. En in 1999 ben ik dat echt gaan ontwikkelen. En in 2004 heb ik leiding gegeven aan de eerste pilot. En dat was in Nieuwegein, heb ik dan een jaar lang geleid. Ja. En als je kijkt, wat was nou het grootste probleem bij het ontwikkelen van Burgernet? Nou, bij de ontwikkeling van Burgernet waren er altijd een beperkt aantal mensen op verschillende niveaus binnen de politie die er heel erg achter stonden. En er waren grote hoeveelheden mensen die echt aan het idee moesten wennen. Ja. Dus pas toen de top het ook ging ondersteunen, toen ging het echt gebeuren. Ja, top, maar ook zeker ook mensen in de meldkamer. En wat vooral, de wijkagenten zijn altijd eigenlijk. Die hebben dat eigenlijk het snelst omarmd, gek genoeg. Als je nu ziet, je hebt 1,4 miljoen mensen die het zeg maar ondersteunen. Wordt het nu genoeg ingezet? Nou, nee, het wordt lang niet genoeg ingezet. Als je kijkt dat er, nou, ik weet niet exact de cijfers, maar het wordt een paar honderd keer per maand ingezet over heel Nederland. Nou, dat zou veel en veel vaker kunnen zijn, En gezien hoeveel. er zijn duizend zeg maar misdrijven per uur. Dus Ja. 200 is niks. Waarom wordt dat zo weinig ingezet? Nou, ik denk dat het belang en dat het nog onvoldoende tussen de oren zit, dat ieder misdrijf wordt op heterdaad gepleegd en dat het pakken en het oplossen van een misdrijf een kwestie is van seconden en niet een kwestie van uren, dagen, maanden, jaren. Ja. En je zegt. Het grootste gedeelte van de investment is onderzoek achteraf en niet onderzoek heterdaad om meteen op te lossen. Helaas wel. Helaas is daar is de meeste kennis en historie in opgebouwd. Dat zijn ook de beelden van veel politiemensen. Ook als zij weer een nieuwe opleiding gaan doen, als ze zich gaan oriënteren in het buitenland. Het is bijna allemaal de CSI-achtige dingen. En Ja, dat is uiteraard niet interessant. heterdaad. En eigenlijk is het veel makkelijker om mensen te pakken op heterdaad, maar dan moet je heel snel die processen achter elkaar zetten. Is digitaal werken, is dat daarmee een kans eigenlijk om heterdaad veel dichterbij te brengen? Ja, absoluut. Kijk, ook de heterdaad, ook zeg maar de digitale misdrijven, daarin is juist de kunst dat de ontwikkeling van de digitale opsporing zich niet gaat richten op rechercheachteractiviteiten, maar hoe doe je dat just in time? Hoe zorg je dat juist het digitale misdrijf dat nu gepleegd wordt, dat je daar nu op acteert? En daar krijg je veel meer rendement uit. En dan krijg je veel meer rendement uit. En dat is ook qua de preventieve waarde. Het idee dat je direct gepakt wordt, of het idee dat je misschien ooit een keer gepakt wordt, dat maakt nogal wat uit. Dankjewel.